Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Als het goed is, hebben jullie allemaal massaal de video kunnen zien van afgelopen week dat wij naar België gingen en dat er vuurwerkcontrole was. En naar aanleiding van die video heb ik besloten om deze video even voor jullie op te gaan nemen. Omdat ik merk dat er heel veel onduidelijk is met betrekking tot de grenscontroles. Wat je nou wel mag hebben in je bezit, wanneer het nou wel mag, niet mag. Dus ik dacht van, weet je wat, ik ga even deze video voor jullie opnemen om het een en ander gewoon helder te krijgen. En deze video draait dus niet om het feit dat ik jullie tips wil geven om die controles te ontwijken of iets illegaals te doen. Want dat zou ik zelfs het tegenovergestelde aan jullie adviseren. Maar ik wil gewoon even doornemen wat er nou duidelijk is en wat niet duidelijk is. Want wij waren dus de afgelopen week wederom in België. En toen stond er dus weer controle. Dus allereerst waar ik het over wil hebben met jullie is dat er dus meer controle lijkt te staan dan andere jaren. Ik wil jullie eerst eventjes mega erg bedanken. Jullie zijn echt bazen voor het kijken naar alle video's in december. Want we zijn nu op, hoeveelste is het? 10 december. En dat betekent dat we al een derde erop hebben zitten. We uploaden nog steeds iedere dag om 4 uur een video. En de support daarop is echt niet normaal. Dus gisteren is ook een Tsjechië vlog online gekomen. Mocht je die nog niet gekeken hebben, zou ik hem zeker even checken. Want het is gewoon 26 minuten, gewoon veel sfeer, sneeuw en alles. En we hebben daarin ook de PTD-torch gelanceerd. De PTD-torch is nu nog beschikbaar. Maar ik verwacht, en daar ben ik echt heel eerlijk in, dat het binnen 2-3 dagen echt wel uitverkocht is. En misschien nog wel eerder. Dus mocht je die nog willen halen, zou ik het zeker doen. Dat kan op pyroteamdelft.nl. Terug naar waar deze video om draaide. Het is namelijk zo dat wij wederom vuurwerkcontrole hebben gezien afgelopen week. Alleen dit keer hebben we niet gefilmd. Ten eerste omdat, ja, je kan wel meerdere keren laten zien dat er controle staat. Maar zo'n kanaal zijn wij niet. We zijn geen grenscontrolekanaal of zo. We zijn een vuurwerkkanaal. En toevallig waren we echt vorige week op pad om richting België te gaan. Om het een en ander te halen en af te gaan steken. En toen waren er dus op meerdere plekken in België controles in ieder geval. En de winkels in België die waarschuwden alle mensen al in de winkel van je moet zo rijden en zo rijden. Dus die geven wel een soort van instructies om wel die controles te omzeilen. En die vertelden ook aan mij dat waarschijnlijk de controles maar 1 of 2 uur plaatsvinden. En dat de politie dan weer weg is. Ik dacht bij mezelf, nou dat zal wel niet, want ze stonden er om 9 uur 's ochtends. Maar uiteindelijk toen we op de terugweg er langs reden, was het inderdaad klaar. Toen zagen we geen politie meer, dus de controle die was echt maar 1, 2 uur. Het kan met meerdere dingen te maken hebben. Ten eerste kan het zo zijn dat deze controles er altijd al waren, maar dat het ons nu pas opvalt. Dat denk ik niet, want we hebben altijd wel een beetje die lijntjes met mensen die in de DM reageren van hey, er is controle. Of omdat eigenlijk België vanaf november dicht zou zijn voor het normale winkelpubliek, dachten ze van, weet je wat, dan gaan we op die manier de vuurwerkkopers irriteren. Vanuit de Nederlandse politie. Ik denk dat dat het meest aannemelijk is. Want voor mijn gevoel is er nu echt wekelijks controle. En sowieso, iedereen zou het ook zeggen. Ik heb heel veel reacties gezien onder de video van de vorige keer. Van ja, waarom zou je nu nog naar België gaan om je vuurwerk te halen? Ja, kennelijk zijn er dus heel veel mensen die dat nu nog alsnog besluiten, weet je wel. En ik vind het gewoon te triest voor woorden. Dat er gewoon mensen met dure blokken, want we zagen dat vorige keer, we zagen een Supernode staan. We zagen Ria Keo blokken staan. Gewoon vuurwerk ter waarde van misschien wel 800-900 euro, wat gewoon even in beslag wordt genomen. Dus dat vind ik gewoon zeer triest. Dus ik wil jullie ook met deze video even waarschuwen van, want wij willen niet jullie aanzetten om over de grens te gaan rijden met dat vuurwerk. Want dat is dus kennelijk strafbaar. Daar kom ik zo meteen ook even op terug. En ten tweede, wees ervan bewust dat er wel controle kan staan en dat je alles kan kwijt zijn met daarbij een boete. Wees daar gewoon bewust van, jongens, want dat voorkomt een hele hoop gezeik en ja, gewoon het feit dat je ineens teleurgesteld bent, weet je wel. Want ik had vorige keer die man onherkenbaar in beeld gebracht, die op de thumbnail stond. Alleen, ja, die had gewoon echt gewoon veel vuurwerk en die stond heel triest te kijken erbij. Komen we eigenlijk bij het volgende punt. En dat is iets wat ik heel erg raar vind. En dat is namelijk dat het nog steeds niet helemaal duidelijk is of je nou nu op dit moment bijvoorbeeld, voor de verkoopdagen in Nederland, je vuurwerk mag halen in het buitenland. Want op de ene site staat van de politie dat dat gewoon mag. Dat laat ik nu even in beeld komen. Terwijl op een ander artikel van de politie staat dat je het niet mag vervoeren buiten de verkoopdagen en tijden om van Nederland. Dat vind ik heel vreemd. Want vooral dat laatste artikel waarbij dus dat vermeld wordt dat het alleen tijdens de verkoopdagen in Nederland mag. Ik heb dat artikel nog nooit gezien en die kwam ineens vorig jaar kwam die ineens naar voren.
Maar naar mijn idee was het altijd gewoon zo dat je gewoon je vuurwerk mocht vervoeren, mits het voldeed aan de Nederlandse wetgeving. En natuurlijk, kijk, het invoeren van vuurwerk is weer een andere regel op zich. Het rijden in een auto met 25 kilo vuurwerk, wat allemaal in Nederland mag, ik zou niet begrijpen waarom dat niet zou mogen. Tuurlijk, de verkoopdagen zijn in Nederland de laatste 3 dagen van het jaar. Maar zij kunnen nooit bewijzen dat iemand bijvoorbeeld zijn vuurwerk afgelopen oud en nieuw had gehaald wat hij in zijn auto heeft liggen. En dat het gewoon een verhuizing is. Helaas waren we vorige keer dus zonder camera ook niet aangehouden of stilgezet aan de kant. Want ik wil wel eens aan de politie vragen, hoe zit het precies als je gaat verhuizen? En je hebt bijvoorbeeld 23 kilo luchtgehaald vuurwerk. Je mag dus niet gaan rijden met je auto, maar ja, hoe krijg je dan überhaupt je vuurwerk verhuisd naar je nieuwe woning? Dat als jij op dat moment toegeeft dat je het hebt gekocht in het buitenland, in combinatie met het feit dat je ook afstand doet van het vuurwerk, want dat gebeurt ook altijd aan jongens. Ze vragen je altijd, ze schuiven altijd een papier onder je neus. Vooral als je legaal vuurwerk hebt, dus geen nitraten, maar een paar legale blokken binnen de 25 kilo. Dan vragen ze jou om zelf afstand te doen van het vuurwerk. En ik heb wel eens verschillende verhalen gehoord van de vuurwerkwinkels in België, onder andere van Gijs en Zee naar de Bunker. Dat ze zeggen van ja, ze vragen dat dan, of je vrijwillig afstand wil doen van het vuurwerk, want dan komt er geen zaak van, maar daar hebben we wel hun plicht voldaan, weet je wel. Dus ik vraag me gewoon af wat er zou gebeuren als jij dan ook gewoon nee zegt. Er zijn dus 2 feiten. 1, je mag geen vuurwerk importeren, dat begrijp ik, want dat is een hele andere regel. Maar ten tweede, het rijden met vuurwerk in je auto zou toch gewoon moeten mogen? Ik bedoel, ja, je mag het niet afsteken, dat is duidelijk. Je hebt bepaalde afsteektijden in Nederland. Maar het is gewoon nog steeds mega onduidelijk wat nou wel mag en niet mag. Zo heb ik ook een pagina gevonden op de site van die vuurwerkwinkel in België, Dolfijn. Nou, daar staat over een aantal veelgestelde vragen over de vuurwerkcontroles in België. En daar antwoorden ze eigenlijk vrij algemeen op. Dat die controles er kunnen staan, et cetera. Maar ja, niet echt inzoomend, logisch ook, want het is een Belgische winkel, op de Nederlandse wetgeving. Vooral op de Belgische wetgeving. 1 kilogram SAS mag hebben in de auto per klant. Maar niet de Nederlandse regelgeving. Dus ik vind dat nog steeds heel erg vaag. En dat waren dus ook een hoop aantal vragen van jullie in die video. En daar wil ik gewoon even op terugkomen van hoe zit dat nou? Als er mensen zijn die ooit een controle hebben gehad en een gesprek met de politie, of het gaat nog gebeuren, willen jullie dan alsjeblieft die vraag stellen? Van oké, maar wat als ik nu aan het verhuizen ben? Weet je wel? En ik heb gewoon legaal vuurwerk in de auto. Hoe zit het dan? In ieder geval is het nu wel helemaal helder dat je gewoon je vuurwerk in Duitsland mag halen de laatste 3 dagen van het jaar. 1, omdat in Duitsland, vooral bij de Aldi en zo, KVK even een uitzondering daar gelaten. Bij de Aldi en de Lidl en de Kaufland mag je ook dus de laatste 3 dagen van het jaar pas je vuurwerk kopen. En dat mag hier dus ook. Dus als je je daar gewoon houdt aan de Nederlandse wetgeving, zoals er moet een Nederlandse tekst op staan, niet meer dan 25 kilo, geen pijlen, geen tunnekings, in ieder geval single shots, jullie kennen het wel, geen knalvuurwerk, is er dus niks aan de hand. En dat is dus heel erg duidelijk en dat was al die tijd niet. Want er was altijd een beetje een vaag iets van, ja, en wat nou als er controle is of wat dan ook. Nou, als jij je gewoon houdt aan de Nederlandse wetgeving en jullie zien dat ook wederom nu even in beeld, zegt de politie dus zelf, dan mag dat gewoon. Maar hoe het nou gewoon zit buiten die verkoopdagen in Nederland, dat is gewoon heel raar. Vooral omdat tijdens de lockdown hadden ze ineens een vervoersverbod op vuurwerk ingevoerd voor de hele decembermaand. Dus volgens mij ging die toen op 5 of 6 december in, die regel. En daar, vanwege de lockdowns, weet je wel. Dus mijn vraag is gewoon van, wat is nou de regel? Mag je het niet importeren? En doe je dat dus automatisch ook als je aan de kant wordt gezet in Gaan, bijvoorbeeld bij België of Baarle? En je geeft toe dat je het hebt gekocht in België, want dan maak je je strafbaar aan het importeren en niet aan het vervoeren. Ik vind het gewoon heel raar. Het is mega onduidelijk en ik doe ook een oproep hierbij aan onder andere de politie of ook de mensen die gaan over die regels. Maak het duidelijker, want ja, als je gewoon je legale vuurwerk in je huis hebt, wat je gewoon bewaart van afgelopen oud en nieuw, en je gaat in juli ga je verhuizen, wat moet je dan met je vuurwerk doen? Dan kan je moeilijk zeggen, ja, er is een vervoersverbod, ik laat het in het huis van de nieuwe bewoners staan en ik ga even de 29e ga ik het hier ophalen, weet je wel? Dat is gewoon onmogelijk. Mochten jullie meer informatie hierover hebben of artikelen vinden, deel ze alsjeblieft even in de reacties hier beneden, jongens, want dan maak je ons allemaal wijzer. En ik wil jullie nogmaals attenderen erop dat er dus wel degelijk meer controles lijken te zijn, vooral in België. Dus kijk daarvoor uit. Het zou zonde zijn als jullie nu je vuurwerk gaan kopen, wat dus volgens hun niet mag,
Terwijl het over 3 weken wel mag. Dan kan je net zo goed over 3 weken naar Baarle gaan. Want dan mag het gewoon. Mits het voldoet aan de Nederlandse wetgeving. Maar het zou gewoon zonde zijn als jullie een mooie compound halen. En er staat controle. Terwijl je dus over 3 weken dat gewoon legaal kan doen. Heel raar. Mochten jullie meer weten hierover, jongens. Vergeet niet even in de reacties dit neer te zetten. Vergeet ook niet de afgelopen Tsjechië vlog terug te kijken, jongens. Want ik vind hem zelf echt gruwelijk. Sneeuw, stoken, alles is aanwezig. En morgen, jongens, komt er gewoon weer een video online. Ik bedank jullie voor het kijken. En december is nog lang niet voorbij. Later.